Er is nog altijd geen akkoord met Curaçao, Aruba en Sint Maarten over extra geld. Vandaag kwamen de premiers van de eilanden zelf naar de Rijksministerraad toe. Nederland wil wel geld aan ze lenen, maar stelt daar voorwaarden aan. De eilanden vinden die voorwaarden te streng. De eilanden zijn hard geraakt door de coronacrisis omdat toeristen wegblijven. Alleen al Aruba zegt 80% in te krimpen op de economie. Nederland wil geld lenen, maar stelt wel eisen. Curaçao en Sint Maarten vinden die te streng. It's definitely not democratic in our view, and I don't think there's enough understanding in the Netherlands for how these types of moves are felt and seen. Er worden onder meer eisen gesteld aan het financieel toezicht en salarissen. Met Aruba lijkt er wel snel een deal in de maak. Dat er voorwaarden moeten zijn omdat we hier lenen, dat begrijpen we. En daar zijn we ook bereid mee over na te denken. Het moet niet onredelijk zijn, maar we zijn bereid om erover te praten. En die inspraak krijgen we nu. Het kabinet blijft erbij dat dit aanbod niet onderhandelbaar is. Ook omdat het over veel geld gaat. Het bedrag kan namelijk oplopen tot wel 1 miljard euro. Maar tegelijkertijd begrijpt het ook wel weer de gevoeligheden die altijd gepaard gaan met deze discussie. Wij zijn op geen enkele manier, ik herhaal het hier nogmaals, bezig om de autonomie van de landen aan te tasten, dan wel iets over te nemen. Dat is helemaal niet aan de orde. Wat wij willen, is dat wij met dit pakket aan maatregelen die landen economisch versterken en voor de komende jaren ook weerbaar maken voor welke crisis dan ook. De komende tijd wordt er verder gepraat. Met Aruba wordt volgende week al een deal verwacht. En toch hadden ze op Curaçao gehoopt dat er snel een akkoord zou zijn, vertelt correspondent Dick Draaier. Op Curaçao was verwacht dat premier Rugna terug zou komen met een akkoord. De eisen van Nederland zouden dan wel buiten proportie zijn. Geld is nodig om de coronacrisis te bestrijden. De premier zou pragmatischer moeten zijn. De boodschap hier op straat is: ga terug naar de onderhandelingstafel en kom zonder akkoord niet thuis.